President Chandrika Prasad Santokhi is gisteren samen met een delegatie vertrokken naar Azerbeidzjan, waar hij zal deelnemen aan de COP29 klimaatkop. Dit is een cruciale bijeenkomst voor het verzekeren van duurzame oplossingen voor mondiale vraagstukken. Suriname is slechts één van de 3 carbon-negatieve landen in de wereld en vervult hiermee een belangrijke positie. Er zullen tijdens de top belangrijke vergaderingen en ontmoetingen plaatsvinden. Op 13 november zal president Santokhi de high-level top toespreken en de Surinaamse standpunten over klimaatverandering en de effecten daarvan delen. Het beschermen van Surinames natuurlijke rijkdommen en het verzekeren van een duurzame toekomst voor elke Surinamer blijft prioriteit volgens het staatshoofd. Hij is de mening toegedaan dat de uitdagingen van klimaatverandering samen aangepakt moeten worden voor een betere toekomst voor zowel Suriname als de gehele wereld.